Ik ben geen conservatief. Ik vind niet dat dingen altijd maar moeten blijven zoals ze zijn. Maar aan de andere kant weet ik ook dat de idealist een gevaarlijk mensentype is. Alle grote massamoordenaars in de geschiedenis zijn ooit als idealist begonnen. Mao Zedong, Stalin, dat waren idealisten. Die hadden Lenin, is misschien nog wel toepasselijker dan Stalin. De idealist heeft natuurlijk de neiging om de wereld naar zijn beeld te herscheppen. En ja, dat gaat vaak toch met veel geweld en dwang gepaard. En ik denk dat dat wel belangrijk is. Dat je als idealist ook in de gaten hebt hoe de samenleving in elkaar zit. En dat niet iedereen het met jou eens is. En dat jouw belang niet altijd het belang van iedereen is. Dat is wel wat de echte drijvers altijd in gedachten hebben. Van of men is het met me eens, of ze moeten maar met me eens gaan worden. Maar zelf niet bewegen. Dat vind ik een gevaarlijke houding. Dus in die zin ben ik altijd wel een beetje huiverig voor mensen die de dingen heel erg zeker weten. Die heel erg zeker weten welke kant we op moeten. Omdat ik altijd denk van ja, is dat wel zo? In mijn columns laat ik met gemak mijn eigen twijfel zien. En of het feit dat ik het ook gewoon niet weet. Ik kijk met verbazing naar dingen en ik vraag me dingen af. En ik ben niet standpuntloos. Ik heb standpunten, maar ik merk ook dat die standpunten gewoon schuiven. Omdat je toch gewoon leert en leest en luistert. En dat beïnvloedt de manier waarop je denkt. En daar moet je ook altijd voor open blijven staan. Als je dat niet meer hebt, ja, dan ben je eigenlijk een soort van dood, hè?